Ja, we gaan even terug in de tijd naar 2005. Toen had Aston Martin een fabelachtige V8 Vantage. Die luxueuze coupé, die Gran Turismo, die DB9. En natuurlijk ze hadden die enorme, ja, kolossale sportwagen, die V12 Vanquish. Alleen maar Gran Turismo's en sportwagens. Maar wat als Aston Martin nou een MPV-achtig model had gemaakt met 5 zitplaatsen? Zou dit dan het resultaat geweest zijn? Eén iemand die is er zeker van overtuigd. En dat is namelijk de designer van dit model. Dit is de Citroën DS5. Ontworpen volgens de filosofie van Aston Martin, zoals hij dat zelf zei. Ja, hoe dat zit, dat ga ik je uitleggen in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Is het het toppunt van lef om Citroën en Aston Martin in één zin te noemen en dan bovendien nog eens wijzend naar één specifiek model? Ja, geef jouw mening even hieronder in de reacties. Zie jij überhaupt hier een Aston Martin model in? Ja, toch, de designer die deze auto op papier heeft toevertrouwd, die dacht vanuit: wat als Aston Martin een MPV-achtig model zou maken? Wat zouden die Engelsen dan creëren? En zo ging hij aan de slag. Zijn opdracht was heel eenvoudig. We moeten een conceptcar presenteren op de Frankfurt Auto Show in 2005. En die moet inslaan als een bom. Die moet spraakmakelend zijn. Die moet bejubeld worden. Zoals eigenlijk die originele DS modellijn in 1955 in Parijs creëerde. We moeten ervoor zorgen dat mensen weer gaan praten over Citroën. En waarom? Dat was heel belangrijk. Want juist Citroën was bezig met een productoffensief. Ze waren bezig met een nieuwe designrichting. Ze hadden net die nieuwe Citroën C4 geïntroduceerd. Vervolgens was het de beurt, een jaar later, om daar die C4 Picasso te introduceren, alsmede die fonkelnieuwe C5. En ze wilden daartussen een auto neerzetten die voor een beurs zorgde. Die zorgde dat er over werd gesproken, maar dat gelijk weer Citroën op het netvlies kwam. En dus in de toekomst ook, als die grotere modellen zouden komen, die C4 Picasso MPV en die C5 Liftback Sedan, dat die dan dachten van: oké, ja, maar die Citroën, dat is een mooi werk, die is goed bezig. En zo dacht die designer: wat als Aston Martin een MPV-achtige auto zou creëren? Wat zou het dan worden? En dit is het resultaat waar hij mee kwam. Natuurlijk dacht hij van: ja, oké, er zijn conflicterende theorieën binnen Aston Martin en binnen Citroën. Natuurlijk Citroën, hè? Mainstream, maar ook een MPV, dat moet een hele ruime auto van binnen worden met een voorruit die zover mogelijk naar voren staat vanwege het MPV-concept. Maar juist Aston Martin, bekend om zijn lange neuzen met die motor, weliswaar voorin geplaatst, maar achter de voorras, die komt er weer verder naar achteren. Dat creëert juist bij die Gran Turismo's daaruit, het Engelse Gaydon, juist een hele lange neus. Hij dacht ook: stel je voor dat Aston Martin met een MPV zou komen, dan zouden ze natuurlijk gebruik maken van die V12. Ook al was het niet logisch, niet vanzelfsprekend, want ze hadden natuurlijk ook een V8 Vantage in het modelgamma op dat moment. Maar hij dacht vanuit de gedachte V12 motor. En zo creëerde hij een designstijltje op deze auto, waardoor het lijkt alsof hij een hele lange neus heeft, waardoor die auto hele dynamische lijnvoering heeft qua voorruit, maar ondertussen toch heel veel ruimte biedt van binnen. En je ziet hem hier al. Hij start vooraan de punt van de koplamp. Dan loopt die chrome-plated strip, die loopt hier eigenlijk nagenoeg horizontaal naar achteren. En dan liep hij hier omhoog. Alleen bij de conceptcar ging hij verder naar boven. En liep hij verder naar boven juist om die lijn van die motorkap met die vooruitstel, om die juist te benadrukken. Dat er een hele dynamische sportieve lijn in het ontwerp zit. Maar ondertussen leidde die lijn juist af van de daadwerkelijke dakboog en vooruitlijst die hier loopt, waardoor je die vooruit naar verder naar voren zet, waardoor die juist meer greenhouse krijgt, meer interieur concept. Ja, en hij
probeerde dat op die manier op te lossen. Maar hij keek ook naar het neusje van zijn Aston Martin met die karakteristieke vorm die hij heeft. En die integreerde hij op zijn eigen wijze hier in het ontwerp van die conceptcar. En die conceptcar gedoopt C Sport Lounge. Ja, en die naam was natuurlijk ook niet voor niet zo gekozen. C natuurlijk, omdat het een Citroën model is. En al die Citroën modellen hadden op dat moment als beginletter die C. C3, C4, C5. En dan Sport Lounge, vanwege de dynamische lijn van het model en dat stukje lounge, vanwege het interieurconcept van die auto. Dat MPV-achtige. We zouden het eerder nu een crossover noemen dan een MPV. Maar destijds spraken ze van een multipurpose vehicle. Ook al was hij niet multipurpose bruikbaar van binnen. Maar dat even tezijde. Een term die pas eigenlijk veel later is nadrukkelijk geïntroduceerd. Ja, en zo zag die designer de lijn van deze auto. Hij had de vrije hand, zei ik al. De vrije hand om iets neer te zetten waarvan hij dacht van, ja, dit is spraakmakend. Hij hoefde geen rekening te houden met een toekomstig productiemodel. Het was toch niet de bedoeling dat die auto zou komen. Het was gewoon puur eventjes een tussenfase in de designprocessen van Citroën om eventjes de focus te leggen op die auto gedurende die autoshow van Frankfurt in 2005. Ja, en zo had hij de vrije hand. Hij koos er ook voor om bijvoorbeeld in die taillijn een lijn aan te brengen die ter hoogte van de deurgreep van de achterportier naar beneden liep, waardoor die weer zeg maar wat meer dynamiek in het ontwerp maakte, alsof het een soort van spoilerachtig ontwerp was. Hier zat een nadrukkelijke knik in. Dat was mogelijk om dat te doen, want hij hoefde geen rekening te houden met productie. Er was ook een keuze gemaakt om die auto twee in tegengestelde richting te openen deuren te geven. Deze scharnieren aan de voorzijde, deze scharnieren aan de achterzijde. Maar wat ik al zei, kijk, als je nu kijkt naar deze lijnvoering, dan weet je, je hebt hier één groot scharnier nodig. Dat is heel lastig voor in de praktijk met een productiemodel, vooral voor een volumefabrikant als Citroën. Maar de keuze juist om die auto, die conceptcar, een coach door te geven, dat is juist puur. Als die deuren open zwaaien, heb je één groot beeld in dat interieur. Zoals ik heb uitgelegd in een eerder aflevering van Sjoerds Weetjes over coach doors. Ja, en zo creëerde hij deze auto. Hij heeft er wel voor gezorgd dat hij een raampartij koos. Eén grote voorruit, maar die overging in een glazen dak. Ja, en als je ook kijkt naar het dak aan de binnenzijde, dan zie je dat je daar optimaal gebruik van kan maken. Al heeft hij wel een middentunnelconsole tegen het voorste deel van dat dak. En dan lijkt het, als je goed kijkt naar al die knopjes, alsof je daar je eigen waant als een KLM-piloot in een Boeing 747. Met al die knopjes tegen die dakhemel aan, tegen of op het dashboard. Ja, om in deze auto te rijden moet je eventjes snel eventjes weer heroriënteren waar alles nou precies zit. Want het is één groot doolhof aan knoppen in deze Citroën DS5. Maar ja, voor een merk als Citroën dat altijd zo eigenwijs wil zijn, mag dat ook. Ja, en vervolgens, hoe werd die auto dan ontvangen? Was het inderdaad de bus die de DS in 1955 creëerde? Nou, de reacties waren dermate positief dat Citroën heel erg tevreden was gestemd. Er was zelfs een publicatie die riep van Citroën is terug. Ja, het eigenwijze, het design, stijl van die Franse innovatie, dat was weer terug na die donkere periode in de jaren 90. Toen het meer afgeleide autootjes waren op basis van Citroën platforms. Ja, die vrijage tussen die Peugeot en die Citroën designafdelingen en de ontwikkelingsafdeling, dat heeft het merk geen goed gedaan. En zo herstelde Citroën zich weer in het begin van dit millennium. Maar er was nog steeds geen besluit genomen over of ze die auto gingen bouwen. Sterker nog, dat was helemaal totaal niet ter sprake. Wanneer kwam dan deze auto op de markt? Dat was toen een van de managers had gezegd, wij willen met een productoffensief komen. Wij willen meer modellen in kortere tijd introduceren. En toen ze die processen juist helemaal hadden uitgekristalliseerd, toen zei daar opeens iemand van de managers, oké, wat is het volgende model dat we gaan introduceren? Ja, en dat model, dat stond niet op de planning, dat stond
dat lag niet op de tekentafel. Dat was nergens behalve in de schatkamer van Citroën. Want daar stond nog steeds die conceptcar C Sport Lounge. Ja, in die conceptcar die werd genoemd. En toen zeiden ze, laten we dat model in productie gaan nemen. Vervolgens is die auto naar boven gehaald, in de designstudio gezet. En toen hebben ze aan de hand van die lijnvoering, hebben ze de definitieve auto gemaakt. De Citroën DS5. Maar ja, die naam die was op dat moment ook niet duidelijk. En hoe wilden ze die auto dan introduceren op dat moment? Ze waren, wat ik al zei, bezig met die nieuwe generatie C5. Die stond al klaar. Maar dan wilden ze juist deze auto, die MPV-achtige crossover, boven positioneren. En daar zagen ze potentieel in voor dit model. En zo kon die C Sport Lounge opnieuw geïntroduceerd worden. Maar dan als zijnde met de gedachte dat het ook daadwerkelijk een productiemodel zou worden. Ja, de ontwikkeling van deze auto die startte, ik zei het al, ze hadden de conceptcar in de designstudio staan. En wat was dus een van die karakteristieken van die conceptcar? Dat was natuurlijk hier die, ja, die sabel die hier loopt van die voorzijde van de koplamp naar de achterzijde en hier opliep naar het bovenste puntje van die vooruitstijl. Maar ja, om dit in productie te nemen, dat heeft nogal wat hoofdpijn gezorgd bij de ontwerpers. Ja, de heren en dames die zochten een toeleverancier, maar eigenlijk geen enkele toeleverancier die durfde het aan, zo werd later verteld. Ze waren allemaal bang dat die zou breken of bij de montage of noem maar op. En zo dachten ze op een gegeven moment, ja, we willen wel nadrukkelijk dit element als zijnde dat het een kwaliteitselement is, dat het kwaliteit uitstraalt. Toen dachten ze als oplossing, laten we hem dan gewoon in twee delen doen. Maar ja, als je hem gaat delen, dan gaat de kosten van de kwaliteitsperfectie. En dus hebben ze gezegd, nee, we gaan het alsnog doen. Ze hebben hem ingekort om ervoor te zorgen dat het wel mogelijk was. Maar juist, de kosten van dit element, die lagen boven het gebudgeteerde, ja, wat ze wilden uitbesteden, juist voor deze specifiek DS5 element. En toch is hij erop gekomen. Juist een kleine toegift vanuit het management, vanuit de boekhouders, om dit element op deze auto te introduceren. Ja, die auto die is dan uiteindelijk DS5 genoemd en niet C5. Ja, hoe dat kwam? Tijdens de ontwikkeling van deze auto werkte Citroën ook aan de opvolger van de C4 Coupé. Maar ze hadden ook nog in de pijplijn een C3 Coupé. En op een gegeven moment, toen hadden ze daar die drie auto's staan. En toen kwam het idee om die auto's als trio onder een specifiek label te introduceren. En de naam DS, waar juist de designbaas van Citroën een enorme fan van was en ook altijd heeft gekeken naar hoe kunnen we die DS-invloeden van destijds uit de jaren 50 terugbrengen in die hedendaagse modellen uit het begin van dit millennium. En zo ontstond het idee om een DS-lijn te introduceren. Een sublabel binnen Citroën. En welke modellen waren dat? Dat waren dus die C3 Coupé, die dus uiteindelijk DS3 is genoemd. De opvolger van de C4 Coupé, die dus DS4 is genoemd. En deze, die C5, tussen aanhalingstekens Sport Lounge, om die als DS5 te introduceren. Hoe dat verhaal zit over het ontstaan van het sublabel DS en het merk DS, dat leg je uit in een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes. Kijk daarvoor even de afspeellijst en dan vind je ook een aflevering specifiek gericht op die ontwikkeling van die DS4, zoals we nu een specifieke video hebben over die DS5. Ja, de auto werd in 2011 geïntroduceerd, 6 jaar nadat de conceptcar van die C Sport Lounge furoren maakte op die IAA in 2005. Een jaar later startte de productie en toen, 2 jaar later, toen kwam Citroën op het idee, waarom maken we van dat DS niet een specifiek premium merk binnen de familie? Eigenlijk een stukje los van Citroën zelf. En in 2015 werd dat dus gedaan. Toen verdween die naam Citroën van de auto. Het werd het merk DS. De neus die kreeg een lichte facelift om het Citroën dubbele chevron te laten verdwijnen.
En in 2018 stopte helaas de productie van deze toch wel avant-gardische Citroën DS5 AK DS5.